Hou je vast, hè? Dit is Jaden, zo op het eerste gezicht een heel normaal jongetje. Maar sinds maart van dit jaar weten zijn ouders wel beter. Toen werd de diagnose Duchenne gesteld. Echt een hele grote klap. Nooit verwacht. Nee, en je denkt dat je een gezond kindje hebt. En dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. En wat er zo gezegd, dat hij ook niet oud zal worden. Ja, dan erger kan ik niet verzinnen. Kan ik me echt niet verzinnen. Toen Jaden zo'n 2,5 was, begon Anneke te merken dat haar zoontje anders was dan normaal. Hij viel vaak, liep moeizaam trappen op en opstaan ging moeilijk. De uitslag van het bloedonderzoek bleek dus dramatisch. Je voelt toch wel een tijdbom op je rug. Omdat je toch weet dat het vrij snel naar beneden zal gaan. En dat is heel frustrerend. Gemiddeld krijgen zo'n 1 op de 3500 jongens de erfelijke spierziekte Duchenne. Doordat het eiwit dystrofine ontbreekt, verliezen de kinderen snel hun spierkracht. 8 jaar lang zijn het Leids Universitair Medisch Centrum en een biotechnisch bedrijf bezig geweest met onderzoek. Dat is gesponsord door ouders van kinderen met Duchenne. Met nu dus een hoopvol resultaat. Er is een manier ontwikkeld om het foutje wat er in het gen zit eigenlijk te camoufleren. Waardoor je toch, want eigenlijk door het foutje op het gen kan een eiwit niet gemaakt worden. Dat toch het eiwit gemaakt kan worden wat je nodig hebt voor je spieren. En wat betekent dat nou? Dat betekent voor de Duchenne-patiënten dat ze hopelijk in de toekomst al op jonge leeftijd deze behandeling kunnen krijgen. En niet zoals de kinderen nu heel langzaam achteruit gaan, maar zich vrij normaal zouden kunnen ontwikkelen op hetzelfde niveau als waarop ze functioneren op jonge leeftijd. Na zoveel jaar onderzoek dat er nou iets blijkt te zijn, ja, dat is voor heel veel ouders en hun kinderen gewoon een droom die uitkomt. Ja, echt een droom. Als dat zo is. Voordat het nieuwe medicijn echt gebruikt kan worden bij Duchenne-patiënten, zijn er waarschijnlijk alweer 5 tot 10 jaar verstreken. En dan zal er nog altijd een aantal kinderen zijn dat niet geholpen kan worden. Maar Janneke probeert positief te blijven. Je kunt natuurlijk niet jongetjes in een rolstoel in één keer weer laten lopen. Dat gaat niet. Maar hoe eerder je ermee begint en hoe jonger ze zijn, ja, hoe meer kans en hoe rooskleuriger het eruit ziet. Dan laten we het beste maar van hopen. Ja.